Met de plaatsing van een bijenhotel in het Ankerpark vierde wethouder Ashley North en de vrienden van het Singelpark dinsdag dat ze ook het komende jaar samen voor het onderhoud van het Singelpark zorgen. Wat fantastisch is aan het Singelpark is dat het echt een park voor en door de stad is. En de vrienden van het Singelpark hebben een werkgroep, Singelpark in bedrijf. En dat zijn vrijwilligers die zelf stukjes van het park onderhouden op het allerhoogste niveau dat je kan bedenken. En dat doen ze op steeds meer plekken in de stad en met steeds meer vrijwilligers. En we maken dan afspraken erover hoe we hun daarin kunnen ondersteunen, zodat we samen dat park mooi houden. Dat is zogezegd de takkenzooi. De takkenzooi. Dat is deze. We maken de perken schoon voor het onkruid. We poten zomerbollen zo direct in het voorjaar. We planten nieuwe planten aan. Die krijgen we van de gemeente. We wieden. We snoeien. En we knippen de oude planten af, zodat de nieuwe planten weer goed kunnen groeien. En we genieten ook van het park. Wij zijn heel blij met het onderhoud wat de gemeente doet. Maar dat doet de gemeente op een niveau B. En wij hebben het idee dat met de hulp van de vrienden we dat net iets mooier kunnen doen. Het is onze stad, het is ons park. Het is een park voor en door de Leidenaren. In de overeenkomst staan ook afspraken over de toekomst van het Singelpark. Met de herontwikkeling van de voormalige meelfabriek kunnen wandelaars daar de route lopen zoals hij ooit is bedacht. En ook in de omgeving van de vijfde Binnenvestgracht, volgens velen een van de mooiste stukjes Singelpark, gaat heel wat gebeuren. Het is een heel mooi stukje van het Singelpark, maar wij hebben er ook begrip voor dat als er, Jeroen Maters heeft dat uitgerekend, in 2020 750.000 tot 1 miljoen mensen in een jaar door het Singelpark lopen. Het afgelopen jaar waarschijnlijk iets van 300.000, 350.000. Dat best veel is. En mensen moeten kennelijk ook nog een beetje opgevoed worden. Dat ze niet bij mensen naar binnen kijken en proberen te zien wat er op het bord van iemand ligt. Extra paden moeten de wandelaars meer over het Singelpark verspreiden. Eigenlijk willen we zoveel mogelijk routes in het Singelpark. En in ieder geval eentje aan de binnenkant van de Singels en aan de buitenkant van de Singels. Op de Mare Singel kan dat al, hè? Daar kan je aan de buitenkant heel mooi lopen. En nu willen we dat op de Witte Singel ook gaan doen. Tussen de Koepoortsbrug, helemaal richting Noordeinde. En dan kan je heel mooi langs de UB, langs de Hortus, langs de Sterrenwacht. Krijg je een prachtig nieuw uitzicht erbij op je Singelparkwandeling.